ding, ding. U wilt dat de schuur weg wordt gehaald? Nee, nee, nee. Tussen de schuur en de bomen, zeg maar, langs de sloot, daar is gewoon ruimte zat. Is toen ook ter sprake geweest dat het om auto's zou gaan? Is toen sprake geweest dat het om auto's zou gaan. Oh, ja? Dat is niet waar. Vervolgens hebben wij bij ons, je liegt dat knap, man. Ja, dat ligt dat je barst. Ja, dat vertel je tegen iedereen, behalve tegen ons. Zijn we daar alleen maar aan het vechten dan? Dat wordt een gemeenspelletje. Dat krijgt een staartje. Ik voel me al een stuk beter. Het is gewoon een marteling. Weg die boom. Helemaal weg. Dat ben ik gewend. Zo ben ik opgevoed. Tot hier en niet verder. Margriet en Sjoerd kopen hun droomhuis midden in de polder. Ze bouwen een grote schuur in de achtertuin, zodat Sjoerd lekker kan klussen aan zijn crossauto's. Er moet alleen nog een weg worden aangelegd dwars door de tuin van de buren, zodat hij bij de schuur kan komen. En volgens de makelaar hebben ze recht op die weg. Maar de buren willen absoluut geen auto's door hun tuin en al helemaal geen crossauto's. Kortom, paniek in de polder. Nou, dit is mijn crossauto. Die wil ik in de schuur hebben staan. Hier moet er nog een hoop aan doen. Deze moet helemaal opnieuw opgebouwd worden. En nou, zoals je ziet, het is echt een kale auto. We hebben dus een huis gekocht met de intentie dat we naar achter konden komen in onze schuur om daar te kunnen sleutelen. En we hebben dus met iedereen overlegd dat het dus een recht van overweg zou zijn. We hadden het zelfs al over waar het pad zou komen en wie de... Wij hadden al gezegd, nou dan betalen wij de kosten wel. Ja, we moeten dus van voren achter zijn schuur langs en dan hier de buitenste rand van de tuin moeten we dus de schuur inkomen. En dan hier naar achteren en naar binnen toe. En na de rand komt in één keer met een brief dat wij dus geen recht van overweg krijgen. Dus we hadden echt zoiets van, nou ja goed, het gaat helemaal nergens over. Nou, de grens loopt tot aan de sloot. En de windsingel, die bomen mogen niet weg, want dat is in de Noordoostpolder. Iedere arbeiderswoning en boerderijen zijn omgeven door windsingel. Dus dan zou die hier langs moeten. En dan zo naar achter, om de schuur. Ja, als je hier met de auto aankomt, zo naar achteren, dan moet hij toch wel daarheen. Zo. Hier wil ik dan een brug gaan plaatsen, dat ik hier gewoon mijn auto op in de hoogte kan brengen en dat ik daar gewoon onder kan sleutelen. En dan moet ik dus wel hier langs kunnen. Nou, je ziet het hoe het eruit ziet. Er is totaal geen ruimte om hem weg aan te leggen. Ja, zij zitten waarschijnlijk achter. Met die man hebben we eigenlijk nooit problemen gehad. Die man vond het allemaal wel prima, want dan moest hij dingen aan de kant halen, maar het was allemaal een kleine moeite. Ja, ik heb in het begin wel gedacht van, nou, die jongen heeft een hobby, waarom zou hij niet een keer met de auto naar achteren mogen? En vervolgens kwam zijn vrouw thuis en was het mis. Op een gegeven moment was het van hoe we dat gingen doen met betalen. Dus wij moesten dan meebetalen aan die weg. Nou, toen zegt Gerrit van, dat denk ik niet. Nee, als jij je pad wil, dan doet hij het zelf, maar dat ga ik toch niet doen. Straks wil die nieuwe koelkast, moet je ook betalen, zeg je. De maker heeft een brief gestuurd naar ons toe, waarin staat de crossauto moet zo af en toe naar achteren. De BMW moet wekelijks naar achteren en als zij boodschappen doet, wil ze ook achterom. En dan heb ik een brief gestuurd dat we daar niet mee eens zijn en dat we er helemaal van afzien. Wij horen eigenlijk niks, maar dan gaan ze naar onze makelaar toe. En daartegen zeggen ze dat ze het niet nakomen. Ja, heel schijnheilig. Dat ze niet gewoon naar ons toe komen. Ze zijn allemaal volwassen en ja. De buurvrouw blijft leden cool, maar de buurman die gaat dus gelijk dreigen van ja, en wij gaan hier niet meer prettig wonen. En, toen begonnen ze het ook over de... kwam ook ineens naar voren dat ze een stuk van de tuin erbij wouden hebben. We hebben de papieren aangevraagd bij het kadaster. En daarop staat ook dat onze tuin hier zo over deze lijn loopt en dan helemaal naar achter toe. En volgens de buurman is dit stuk tuin dus van hem. Nou, dit kippenhok dat staat dus helemaal op onze tuin, dus het moet ook weg. Toen is Sjoerd aan de deur gekomen met een tekening van het kadaster uit 1971. Of ik dat maar even wou gaan bestuderen.
En de volgende dag ben ik daar weer langs geweest. En heb ik gevraagd of hij ernaar had gekeken. En dat had hij gedaan. En toen heb ik gevraagd of hij zijn kiphok uit zijn tuin wil halen. Ja, nou, ik haal helemaal niks weg. Nou, dat begon niet te schelden. Toen ben ik aan mijn slof geschoten. En heb ik hem, flink de huid volgescholden. En ben ik weer weggegaan. En ik was zo kwaad. Ik heb de makelaar gebeld. Gelijk. Van, nou, hij gaat nou wel weer buiten zijn boekje. Die deed er nog een schipje bovenop. Die zei van, weet je wat het is? Ik huur wel een shovel. En dan kan Sjoerd het langer zijn. En dan heeft hij een tuin. Maar jij wil toch nooit wat. Alsjeblieft. Ja, het liefst zou ik een kiphok in elkaar trappen en aan de kant zetten. Maar ja, dat kan niet. Je kan niet allemaal spullen komen, dus. Dan loopt hij in zichzelf te mompelen en dan loopt vloeken naar de buurman dat, ja, dat hij nu weer dingen niet voor elkaar kan maken. Maar eigenlijk herken ik hem helemaal niet zo als hij zo boos is. Ja. Het enige vervelende daaraan vond ik het bordje camera bewijken. Ik ben de enige die hier woont en waarom moet dat dan ook? Dat zit de sfeer een beetje. Rijdende rechter, onze eis is dat wij ons recht van overweg weer terugkrijgen en dat alle kosten op de buren verhaald worden. En dat wij een stuk tuin terugkrijgen. Rijdende rechter, onze eis is dat het recht van overpad eraf gaat. Welkom in de studio. Eventjes voor de duidelijkheid een kaartje. Hier staan dus de drie huizen, midden in de polder. Dit is uw perceel, hè? Dit is van u en dit is dan weer van de buren. Dit was vroeger een sloot. De mensen wilden natuurlijk bij hun huis komen. Dan moesten ze over een bruggetje via uw perceel lopen om bij hun woning te komen. Dat klopt, hè? En daarom rust er op dit perceel recht van overpad. Maar een belangrijk detail, de sloot. Die is er niet meer, die is gedempt. Dus u zegt nou, dat recht van overpad, dat is helemaal niet meer nodig. Maar u zegt, daarom willen wij hier een weg bouwen aan deze kant. Zodat wij zo hier met onze crossauto's zo broem, hoppatee, hier bij onze schuur kunnen komen, toch? Ja. Dat is het hele verhaal. En nou bent u de boeman. Ja. Ik vind dat ik niet iemand zijn hobby in de weg kan zitten. Dus als dat een paar keer per jaar gebeurt, dan zou ik dat niet zo erg vinden. Nee. Alleen, het was geen paar keer per jaar. Het werd iedere week de broodschappen. En er kwam een auto van papa. En er kwam een aanhanger. En er kwam nog dit. En er kwam nog dat. Ja, toen zei je van, nou, dat is te veel. Geen zin aan. Nee. Als je een huis koopt, ga je toch van tevoren kijken van, oké, dit is de situatie. Ja. Wil ik daar wat aan veranderen? Of kan ik daarmee leven? Hm. Dus u zegt eigenlijk goed overleg voordat je zoiets gaat bouwen? Lijkt mij wel, ja. Heeft u dat gedaan voor uw gevoel, goed overleg? Nou goed, ja, we hebben met de makelaar erover gehad. En de makelaar die heeft ook met hun gesproken of daar recht van overweg terug kan komen. En dat was geen probleem. Dus. Maar u heeft niet uitvoerig met elkaar overlegd? Wat nee, voor de makelaar? Nee. Ja, is recht dat van overweg ook nooit betwist eigenlijk. En ze wouden het pad op een andere manier leggen. Dus helemaal achterlangs. Dus maar prima. Crossauto's, dat vindt u gewoon te ver. Maar een pad van 3 meter of een pad van 1,5 meter, dat maakt nogal verschil. Ja. Ja, maar hoe zou u het zelf vinden als zeg maar, ik noem maar wat, de andere buren met crossauto's door uw achtertuin zouden? Nou, ik snap heel goed dat het niet leuk is. Oké. Okay. Nee, tuurlijk. Dus u begrijpt het wel. Ja. Kijk, waar natuurlijk heel vaak burenruzies door ontstaan, is doordat de situatie al een heel aantal jaar hetzelfde is. En dan komen de nieuwe buren wonen en die willen het helemaal anders. Begrijpt u dat? Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, als je 20 jaar lang profijt hebt gehad van dat gedeelte van de tuin en dat die weg niet in gebruik is geweest, dan mag je wat mij betreft eigenlijk gewoon blij zijn dat je 20 jaar lang daar gebruik van hebt. U draait het om. Ja, ze moeten eigenlijk blij zijn. U moet eigenlijk gewoon blij zijn. Ja, maar er is nooit een weg geweest. Om hoeveel keer gaat het eigenlijk? Want ik hoor van, ja, er gaan allemaal auto's, alsof er tientallen auto's per dag, door de tuin gaan. Hebben we het dan over elke dag 1 keer een auto? Hebben we het over 1 keer per week een auto? Sowieso dan die crossen per jaar, zeg maar, 2-3 crossen per jaar. En zou dat betekenen dat er dus 2-3 keer een auto langskomt? Of gaat dat, want u wil natuurlijk ook even een beetje testen. Ja, goed, ja. Een beetje gas of het goed werkt allemaal. Ja, je rijdt er sowieso op en eraf. Dat is al. Maar hebben we het over 1 keer per week met de auto over dat pad? Of hebben we het elke dag over dat pad? Nee, goed, ja, het weekend moet ik sowieso mijn eigen auto wil ik een keer per week heen gaan. Daar blijft het bij, 1 keer per week? Nou ja, goed. Kijk, in principe moet je je boodschappen natuurlijk naar achter brengen, dat soort dingetjes. 2 keer per week? En voor de rest was het, denk ik. Wat nou als die weg er straks komt? Dan denk ik dat wij gaan kijken of we ergens anders kunnen wonen, want ik wil dat niet. U gaat verhuizen? Ja. Dat vind ik nog wel wat, hoor. Ja, nou ja. Wij zijn er komen wonen voor de vrijheid. Ja. En de rust. Ja. Dus als dat niet meer gebeurt, dan ga ik weg. Oké. Wist u dat?
Ja, ik had wel zoiets gehoord. Ja. Wordt het daardoor moeilijker? Of, Natuurlijk, ja, je wil niemand in zo'n situatie laten belanden, maar ja. En wat als die weg er nou niet komt? Voor ons geldt hetzelfde. U gaat ook verhuizen? Ja, we hebben dit in het huis gekocht, zodat we daar in principe dat ik met de auto achter kon komen. Maar dat betekent dus als er straks een uitspraak komt, en die komt er natuurlijk, dat sowieso één partij gaat verhuizen. Daar hangt dan best wel wat van af. Ja. Ja, en dan speelt er nog een andere kwestie naast die weg, namelijk een groot stuk grond in de achtertuin. Ja, en van wie is dat? Meester Visser die gaat de polder in. Sjoerd Brouwer. Hoi, Gert Westling. Middag, Gert. Jannico. Ja, het eerste wat mij opvalt is dat ik hier een sloot zie. Althans, toch? Of een greppel. En is, liep die vroeger door? Liep helemaal door naar de andere kant, tot voorbij de volgende boerderij. Dus hier liep eigenlijk die sloot? Ja. En dan begon uw voortuinen, of ja, of voor of achtertuin? Ja, daar bij de buurt. Eigenlijk, ja, ik begrijp hem. En daar was vroeger een bruggetje, of eigenlijk het zal een dam zijn geweest? Daar. En was dat bestraat hier? Want kon je dan wel met de auto voorkomen? Nou ja, zo aan de foto te zien niet meer. Nou, dan moet ik weet niet of Rob het dat weet. Die weet nog dat. Maar Rob! Wie is Rob? Dat is de buurman van 15C. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent, Rob van Moerkerken. Ik ben de buitenste. De buitenste? Ja. En hoe lang woont u hier al? Ik woon hier van 87. Vanaf 1987? Jawel. En was de sloot er toen nog? Dat is voor mijn tijd geweest, maar toen gingen alle drie de gezinnen om achter het huis te komen. Ja. Achterom. En dan was er een weggetje zo naar de middelste woning voor de ramen langs van perceel A. Dus er was aan de voorkant liep er een pad? Ja, een paadje. Klein paadje. Achter liep een redelijk breed pad om bij zijn achtertuin te komen met goederen. Ja, oké. Okay. Want u wilt een weg hebben hier. Ja. En waar moet die weg lopen volgens u? Volgens ons moet die in de achterste rand van de tuin langs. Achter de schuur? Ja. Hoe moet je dan achter die schuur komen? Ja goed, nu is er geen ruimte voor, maar als de spullen een beetje geruimd zijn, dan kun je er achter langs komen. U wilt dat de schuur weg wordt gehaald? Nee. Tussen de schuur en de bomen, zeg maar, langs de sloot, daar is gewoon ruimte zat om een auto langs heen te kunnen. Nou, laten we daar maar eens even gaan kijken dan. Ja. Komt u allemaal mee? Want ik, ja. En dit was ook altijd, dit was al zo breed? Dit was altijd zo breed. Ja. Nou, dan kom je hier dus achter. En dan zou u met de auto's hier ergens langs moeten? Ja. Hoe dan? Ja goed, dit ligt nou allemaal spullen op het weg. Alleen als dat aan de kant is, dan zouden we langs kunnen komen. Nou, laten we eens kijken of dat kan. Oh ja. En dan zou je dan hier zo een draai moeten gaan maken. Ja. Dan moet je een soort haakse bocht gaan maken. Ja. Oké, okay, en u wil een stukje. Het wordt nu nergens voor gebruikt, maar. Ja. Oh ja. Zo bestaat de groente, maar nou is het omdat ik de tuin gedaan heb in de grote buiten. Oh, u maar gebruikt als moestuin? Ja. Dan mag u wel eens gaan spitten. Goedemiddag. Ik loop even zo om. Hoef ik niet door de. Door de klei. Goedemiddag. Goedemiddag. Huytemakker, daar is het. U bent hier aan het meten? Ja. Ik ga hier even kijken. Deze zijde van de gevel is de grens. Lukt dat? Ja. Deze gevel van de bijkeuken. Bijkeuken hoort bij 15A? Ja, dan loopt hij in het verlengde van de muur van de bijkeuken. Ja. Tot hier? De meetspijker. Oké. Okay. Vandaar springt hij die kant op, okay, naar de ijzeren buis waar de salonstok op staat. En vervolgens gaat hij naar de salonstok en de ijzeren buis die we in het slootje geplaatst hebben. Gaat hij dwars door het kipbok heen? Ja, er net omheen. Wat een rare. Maar goed. Wist u dat de kadastrale grens hier liep? Op de kadastrale kaart kon je zien dat het inliep. Ja. En ons is, toen wij het gekocht hebben 20 jaar geleden, gezegd dat is een compensatie voor wat we voor tekort komen. Maar of dat zo is, weet ik ook niet. Desondanks die heg, want die heg die staat er ook al, ik weet niet hoe lang. Precies, dat stukje is er nog en dat liep gewoon door tot daar. Ja.
Oké, dus dit is het laatste overblijfsel van de oude heg? Ja. Dus u zegt eigenlijk, toen wij het kochten, toen stond hier die bestaande beukenheg. Ja. En de buren daarnaast hebben daar toen nooit een probleem gemaakt? Nee, en de volgende buren ook niet. Nou, het is mij wel duidelijk hier. Dus de gebruiksgrens die wijkt af van de kadastrale grens. Ja. Dan zie ik u straks terug voor de hoorzitting. Ja? Tot straks. Nou, het is dus duidelijk, het stuk grond behoort aan Margriet en Sjoerd. Maar nu het recht van overpad, hè, of het recht van overweg, zoals we hier de hele tijd te noemen. Zo'n recht staat dus in je koopakte. Dus dan mag je door de tuin van de buren naar je achtertuin. Ook al zijn je buren het daar totaal niet mee eens. Dat is de stelling voor jullie. Ja. Het is een recht. Het overpad kan ook niet vervallen. Maar wat me wel helemaal opvalt, dat is dat die mensen, die jonge mensen, die hebben te veel naar de blauwe ogen van die makelaar gekeken. Die zei van, je hebt recht erop. Die man, die makelaar, die wil geld verdienen, zeker in deze tijd. Die wil zijn courtage. Maar ze hebben te weinig geverifieerd. Ze hebben te weinig nagevraagd van, is dat wel zo? Ja, ze zeggen wel eens waar een wil is een weg. Nou, hier is de wil niet bij de buren. Dan moet je je eerst goed op de hoogte stellen van het feit of je in je recht staat, ja of nee. Ja. En dan kun je niet op een makelaar vertrouwen hoe goed die man het ook, of die vrouw het ook bedoelt. Ik dacht in dit geval, meneer heeft de hobby om cross-auto's te maken. Als hij postzegelverzameling had gehad, was dat geen probleem geweest. Weet je? Dan had hij geen pad nodig gehad. En als nu het belangrijkste is dat je een weg naar achter hebt en die weg ligt er al 30, 20 jaar niet, dan zou ik dat echt helemaal zelf zeker willen weten dat dat wel gaat kunnen. Ja, dus voordat je gaat bouwen, eerst even goed checken. Want er moet inderdaad wat wijken, hè, voor zo'n weg. Maar wat is het waard? Dan ligt er straks een weg. Dan heb je geen goed contact meer met je buren. Sterker nog, ze gaan verhuizen. Dus hoe ver moet je doorgaan, meneer Boon? Ik vind dat moet een beetje redelijkheid zijn. Wanneer je maar 1 of 2 keer per week met de auto erover komt. Oké, maar als het echt om het uur heen en weer rijden wordt, dan ligt het toch wel helemaal anders. Die meneer zei zelf, 1 auto is geen bezwaar en 2 auto's ook niet. Maar hij wil niet meewerken aan een wegaanleg voor de auto. Dat vind ik wel heel erg dubbel. Maar het is al 20 jaar niet zo geweest. Dus het is nogal een behoorlijke verandering. Tijden veranderen toch? Tijden veranderen toch? Beetje flexibel zijn, zegt u? Ja, dat vind ik van wel. Ja. Ook als er dus met je moet blij wezen dat die jonge mensen naast je komen wonen. Nieuwe gewoontes, nieuwe afspraken. Dat is het. En niet dat van, is uw uitspraak. Ik woon hier het langste, dus dat betekent ik heb de rechten om de regels te bepalen. Dat is niet zo. Nee, vind ik van niet. Of een crossbaan is natuurlijk toch wel een verschil. Het is geen crossbaan, hij moet er alleen maar uit. Het is even starten en een beetje geluid, dat is alles. Ik ga overmorgen 3 keer, dan 4 keer. Ja. Nee, joh. Het wordt de weg van de gewenning. Ze hebben toch een baan, die werken. Het is weekendsport. Ja, waar een wil is een weg. Het wordt de weg der gewenning. Nou ja, het is allemaal wat, dat recht van overweg. En ik ben eigenlijk nu wel erg benieuwd naar de makelaar die ze dat recht verkocht heeft. Die zien we in de hoorzitting. Welkom, we zijn hier in Schokland. En aan de orde is de zaak van de familie Brouwer tegen de familie Kok. 3 huisjes aan de Bomenweg. En voor de rest op die ene boerderij na een grote leegte. Alle ruimte voor iedereen. Meneer Kees Bolle. U weet alles van wat hier vroeger was. Dat weet ik niet, maar er is zoveel ruimte hier. Waarom zo krap op elkaar gebouwd allemaal? Dat zegt u nou wel natuurlijk, maar voor die tijd was dat echt een ruime arbeiderswoning. He, er werd lovend over gesproken. He, er had een badkamer beneden met een bad erin en zo wat. En een schuurtje achter en een mooie tuin erbij. En toen was er natuurlijk nog geen 1 arbeider die een auto had. Dus dat recht van overpad, dat is in het begin ook nooit zo'n probleem geweest. Die zijn eigenlijk pas gekomen, denk ik, toen iedereen een auto kreeg. Ja, want deze woningen, die hoorden bij die boerderij op een of andere manier? Of? Ze horen niet bij de boerderij, want dat werd toch eigenlijk niet meer in de moderne tijd zo gezien dat de arbeider bij de boer in zijn woning woonde. Dus de woningen waren gewoon van de domeinen. Maar de boer had wel het recht om zijn arbeider daarin te huisvesten. Nu zijn die percelen gesplitst, begin 70 jaren. Toen heeft kennelijk domeinen heeft dat verkocht. Ja. Meneer Huytema, u heeft kadastraal opgemeten. Klopt. April 1970 is de grens vastgelegd. En ja, waarom de partijen toen de grens zo vastgelegd hebben, dat staat natuurlijk bij ons niet bekend. Maar de grens is gevormd destijds op aanwijs van partijen. Ja, maar dan kan die hecht dan zo niet gestaan hebben, want dat ga je zo niet aanwijzen in 1970. Lijkt mij van niet. Maar goed, je gaat niet iets aanwijzen wat afwijkt van hoe je het hebt verdeeld. Ja, ik wil maar niet met het belangrijkste beginnen, want het gaat natuurlijk om die weg achterom. Maar ja, hij wil nu dat er een schutting komt op de kadastrale grens. Wat vindt u daarvan? Wij denken dus dat het eigenlijk al te lang zo geweest is als dat het was. Dus u beroept zich op verjaring, zoals dat heet. Ja.
Maar ja, hoe lang heeft die Beukenhaag daar gestaan? Ik meen dat ik hem kan zien op een luchtfoto van 1971. Hebben we die luchtfoto? Hier heb je mijn achterstuk en hier heb je de uitbouw. En daar is volgens mij de grens. Maar... Ja, u zegt er is een foto, maar ik zie het er niet op. Ik bedoel, ik in 1971 woonde ik er ook nog niet. Dus nee. Ik weet het ook niet. Nee, maar degene die zich op verjaring beroept, moet het eigenlijk wel bewijzen. Dat bedoel ik. Dus dat is eigenlijk de eerste. Ja, stel, je krijgt wel recht van overweg. Ja. Maar die erfgrens blijft zoals die was toen u er kwam. Namelijk waar die Beukenhaag stond. Kunt u dan nog wel met die auto achterom in uw garage komen? Ja. Want dan kunt u er niet keren of zo. Nee, dat niet. Nee. Maar dan kan ik er wel komen. Moet u achteruit weer uit? Ja, of achteruit erin. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. Nou goed, rijden is geen probleem. Ik rijd dagelijks met een apparaat van 11 meter. In de kleinste straatjes in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dus dan rijden is voor mij geen probleem. Dan moet het in Emmeloord ook nog wel lukken. Ja. En dan nu de hamvraag. Die weg. Ik heb alle actes bekeken. En overal staat hetzelfde in. Er wordt gevestigd of er is een erfdienstbaarheid van overweg. Inhoudende de bevoegdheid om te komen van en te gaan naar de openbare weg. Hetzij te voet. Hetzij met een al dan niet motorisch voorbewogen vervoermiddel. Nou, zulks ten behoeve van uw perceel en ten laste van uw perceel. Begin 70 is dat gevestigd, toen die stukjes werden gesplitst. Ja, ik probeer te achterhalen wat het nou zal aanrichten als u dat moet dulden. Wat heeft u er nou voor last van als zij met die auto achterom gaan? Met mijn kostauto gehoord dan. En dan erbij. Ik zit voor, ik heb daar mijn uitzicht, mijn tuin. Achter kan me nog niet eens zo heel veel schelen. Nee. Dat moet wel vanaf de weg langs mijn huis helemaal. Ja, dan gaat hij heeft aangewezen. Dan gaat hij links langs de schuur, helemaal tot aan het einde. En dan gaat hij een hele scherpe bocht maken, dat kan die. Maar dan komt zijn personenauto moet ook iedere keer naar achteren. En zijn vrouw met boodschap moet ook naar achteren. En aangezien het nooit geweest is, hebben wij zoiets van... Nou, ik bedoel, dat wil je toch niet? Een krasauto langs je tuin? Maar hij krast twee keer per jaar. Dus twee keer zou die auto er langs moeten. Ja, ik probeer me voor te stellen wat dat nou... Is dat nou echt zo erg? Alles kan. Steenweg, tuin kleiner maken, alles kan. Ja. Maar dat was ik niet van plan. Nou, u wilde wat zeggen? Ik heb met verhuizen, met Sjoerd Brouwer, bij de meneer en mevrouw Kok op de koffie gezeten. En toen was het allemaal geen probleem. Pardon? U heeft geholpen met het verhuizen? Ja. En toen ging u gelijk daar koffie drinken? Ja, er werd gevraagd of wij een bakje koffie wouden. Ja, heel aardig. Toen begon Sjoerd dus gelijk over het recht van overpad. En toen werd er niet gezegd dat het een probleem was. Dat is anders dan zeggen het is geen probleem? Nee, dat is geen probleem. Hebben ze dat gezegd, het is geen probleem? Ja. Nou. Wat heb jij gezegd? Het recht van overpad op zich, dus dat hij met de fiets of wat dan ook naar achteren gaat, was voor mij op dat moment geen probleem. Nee, dat klopt. U wil niet geen auto's. Mevrouw. Dat wou ik ook graag zeggen. Ik weet gewoon dat mijn vader echt zoiets heeft van recht van overpad. Als het pad iets anders moet of wat dan ook. Daar is waarover te spreken. Maar overweg met de auto is wat anders. Want daar werd toen dus niet over gesproken. Nee. Mevrouw. Ja. Wie bent u? Ik ben de zuster van meneer Kok. Het gaat er nou om dat de familie Kok, die er al zo'n 20 jaar woont... een heleboel veranderingen moet ondergaan. En mensen die weten dat ze een crossauto hebben... naast hun komen wonen en die gaan eisen dat andere buren gaan veranderen. Hadden die mensen niet beter, of in ieder geval de makelaar... niet beter kunnen zeggen van, nou, mensen, dat kan niet. Want er is geen pad. Nee. U bent... Ik ben dan de makelaar. Ach, meneer Huizinga. Goedendag. Welkom. Ja, dank u. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ja, in het begin dat wij de woning te koop hadden... zijn we met meneer Kok weer eens praten, hebben meneer Kok gevraagd... kon het recht van overpad weer terugkomen? Nou, tegen meneer Kok dat bevestigd, dat was akkoord. Maar is toen ook te sprake geweest dat het om auto's zou gaan? Er is toen sprake geweest dat het om auto's zou gaan. Oh, ja? Dat is niet waar. Vervolgens hebben wij bij ons... Maar op een gegeven moment heeft meneer Kok daar weer de stekker uit getrokken. Dus op een gegeven moment blijven daar maar mee heen en weer gaan... en hun bevestigen dat het goed is. En vervolgens is het weer niet goed. Dus ja, zegt meneer Meester, zegt u het maar. Dat is niet waar. Je ligt daar knap, man. Ja, dat ligt dat je barst. Ja, dat vertel je tegen iedereen, behalve tegen ons. Nou, onduidelijkheden. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd.
Ik zal over de zaken gaan nadenken. En dan zie ik u terug binnen niet al te lange tijd in de studio in Zaandam. En dan zal ik u zeggen wat de uitslag is. Goed, stel de weg komt door de tuin van de familie Kok. Margriet en Sjoerd, die willen deze weg. Dus zij moeten die weg ook betalen. Dat is de stelling. Meneer Schepenkutter. Dat vind ik heel redelijk. Ja, ja. En dat die mensen anders gaan verhuizen als dat pad er komt, daar geloof ik eigenlijk niks van. Je gelooft het niet? Nee. Er staat nu wat oude rommel en er is een stukje moestuin. Mm-hmm. Nee, nou, als daar een weg ligt en je zou er last van hebben, kun je er nog een heg neerzetten. En dan komt er één keer per dag een auto voorbij. Die lijkt me geen reden. Wie zegt nog meer? Die opmerking is alleen maar gebruikt, denk ik, als een stok achter de deur. Als een soort van waarschuwing van... Nou, dat gaan we gelijk even checken, want dat idee heb ik niet. Een stok achter de deur, familie Kok. Nee, want toen hebben we het niet gezegd. We zijn het nu pas. Ja, dus het voelt echt van binnen en u gaat het ook echt doen. Ja, het is eigenlijk is het niet relevant. Waarom is het niet relevant? Nou, het is niet relevant of mensen dreigen met dat ze iets gaan doen als ze hun zin niet krijgen. Het is relevant of ze in hun recht staan, ja of nee. Maar ja, wat versta je? En ik denk dat ze in dit geval niet in hun recht staan. Nee. U zegt die weg die gaat er komen. Wie zegt nog meer die weg die gaat er komen? Tuurlijk. Iedereen? Ja. Nee. Alleen tekst niet. Nee. Tot slot, Jair? Ja, ik denk dat in deze zaak allebei de kanten offers moeten brengen. De ene kant die moet over zijn eigen schaduw heen springen, zoals men dat zo mooi weet te zeggen tegenwoordig. En de andere die moet gewoon lekker betalen voor de weg die wordt aangelegd. En ik denk dat dat uiteindelijk moet zorgen dat ze gewoon samen bij elkaar komen. Want een goede buur is beter dan een verre vriend. Nou, met deze mooie woorden sluiten we dit gedeelte af. Heeft u nou ook een hoog oplopende ruzie met uw buren? Of een ander conflict, meld het dat aan via info@rijdenderechter.nl. En dan is hier de oplossing, hier is de uitspraak. Meester Visser. Uitspraak in de zaak van de familie Brouwer tegen de familie Kok. Ja, de erfdienstbaarheid van Overweg is niet komen te vervallen toen de sloot werd gedempt. Die bestaat dus nog. En volgens de akte omvat deze erfdienstbaarheid tevens het recht om met een auto achterom te rijden. Dat heb ik niet bedacht. Dat staat gewoon in die akte. Er is geen woord Frans bij. En zo'n recht van overweg is een heel sterk recht. We noemen dat een zakelijk recht. En voor opheffing bestaat geen goede grond, want de familie Brouwer heeft nog altijd een redelijk belang bij een achterom. En ik zal dan ook bepalen dat de familie Kok een pad moet vrijmaken van minimaal 3 meter breed, links langs hun schuur en dan erachterlangs richting achtererf van Brouwer. En als de familie Brouwer dat pad zo nodig wil verharden, dan moeten ze dat vooral doen, dat mogen ze, maar helemaal op eigen kosten. Voor wat betreft de erfgrens kan ik ook kort zijn. De door het kadaster opgemeten grens is de juiste. De Beukenhaag stond er weliswaar al heel lang, maar dat berustte kennelijk slechts op een afspraak tussen de buren, zodat van juridisch bezit, in gewoon Nederlands inpikken wat niet van jou is, en dus van verjaring geen sprake kan zijn. Samengevat, de weg achterom mag komen en de kadastrale grens is de juiste. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Oh, kijk eens. Gefeliciteerd. Ja, wat sportief. Jij ook, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, er wordt gefeliciteerd gezegd, maar ja, voelt het ook als een overwinning? Want ik kan me voorstellen, u weet ook wat er vanaf hangt. Ja, eigenlijk wel, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, dus het is een beetje dubbel. Ja, ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja, wat moet u nou? Proberen te gaan verhuizen. U gaat het echt proberen? Ja, want ik dacht, u woont op zo'n mooie plek. Is het nou niet nog... Nee, schudt u? Echt niet? Nee, echt? U blijft erbij? Wij hebben van toen wij daar kwamen wonen die situatie al ingeschaald zo. En toen was die voor niet ons acceptabel. Dus het lijkt me niet. Nee. U wil er niet mee leven? Nee. Goed, dit was De Rijdende Rechter voor deze keer. En ik bedank u voor het kijken en graag tot volgende week. Nou. Ik vind het wel treurig, want u woont echt op zo'n mooie plek. Ja, wat sterkt u daarmee? Ik kan nog een jaar op die wil, maar dan gaat deze jongen gewoon trekken. En dan... Ja, toch?
Jij gaat weer naar je kinderspelletjes. Ik ben een man. Als mijn buren naar me toe komen, dan doe ik het gelijk. En vervolgens hebben ze er gewoon de zaag in gezet. En ze pak je met het liefste wat je hebt. Ligt u ook wakker van de buren of heeft u een ander probleem waar u maar niet uitkomt? Niet blijven tobben. Bel me. Dan kom ik gelijk naar u toe. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slemmo. Houdoe.